hij moet uiteindelijk voorkomen. Is dan, zeg maar, wat wil je eigenlijk? Wil je een financiële compensatie? Wil je dat hij de gevangenis in gaat? Wat wil je? Ik wil geen één rode rotcent. Het enige wat ik wil is dat hij gestraft wordt voor wat hij mij heeft aangedaan. En welke straf is dan terecht? Ja, de gevangenis in. Ja, mensen dachten dat je niet zou komen, maar daar ben je dan toch, hè? Ja, zeker. Ja, want iedereen zei natuurlijk, ja, Nicoleke, die komt vast bij jullie. Nou, dat geloven we nooit, want jullie hebben nogal nare dingen over Nicoleke gezegd. En zei, nee, we hebben altijd heel veel nare dingen over die gehaktballenpootje gezegd. En Nicoleke was een beetje collateral damage, want wij hielden altijd al van je, toch, Dennis? Enorm. Ja, we zijn op een zeer geheime locatie, ja. Want Nicole, jij bent ondergedoken. Zeker. Klopt. Ja. En ja. Hoe komt dat je bent ondergedoken? Nou, omdat een aantal juice-kanalen mijn adres gelekt hebben. En daarop de politie gereageerd heeft dat de verdachte voertuigen door mijn straat heen reden. En dat ik niet meer naar huis mag. Maar wie zou jou willen pakken dan? Ik kan maar één iemand bedenken, maar daar ga ik de naam niet van noemen. Maar, dat is iemand met overgewicht en vakantieparken. Vast. Hebben wij hem op het shirt staan? Ja. Loop niet goed af. Wil je trouwens ook een loop niet goed af shirt? Met die man die auto's door die straat laat rijden. Ga naar de webshop. Oh, direct even de commerciële boodschap. Ja, we moeten toch voor jouw leed toch wat centjes proberen te knijpen. Ja. Want nu moet Nicole... Ja. Ik kan natuurlijk niet zeggen waar je zit. Maar dat lijkt me ook geen pretje met... Nee, dat lijkt me inderdaad geen pretje. Godverdomme. Ze komt met iemand binnen dat je denkt... Als je daar... laat ik zo zeggen. Ik denk als je Anne Frank had gevraagd... Hierbij onderduiken, dat ze had gezegd... Stuur mij maar gelijk naar Polen. Dat denk ik. Ja, dat denk ik. Ja. Maar goed, laten we niet grapjes maken over die jonge mensen... die zijn overleden in concentratiekampen. Laten we het gaan hebben over een vakantiepark. Dat is ook een soort kamp, toch? Die wil toch ook niet aangetroffen worden? Nee. Ja, want Nicole, hoe is het met jou? Ja, het gaat steeds beter. Ja? Ik heb wel PTSS. PTSS? Ja, posttraumatische stresssyndroom. Ja, ik wist wat dat was, maar ja, dat was meer een verbazing. Ik denk, ik leg het even uit. En waarom? Voor de kijker. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Omdat ik best wel fysiek en mentaal mishandeld ben. Hoe lang? 4,5 jaar. 4,5 jaar. En dat komt wel goed. En wie heeft dat geconstateerd dan, dat jij dat hebt? De arts. De arts. Ja. Nicole, verschrikkelijk om te horen. Je bent dus gewoon 4,5 jaar mishandeld, zowel geestelijk als lichamelijk. Nou ja, door die gehaktbal, want daar weten we ook allemaal wel over wie het gaat. Het is misschien een beetje gelijk een onaardige vraag, maar waarom vertrek je dan niet als dat zo lang gebeurt? Ja, je rolt daar in. Het is een soort van situatie waar je inrolt en waar je niet meer uitkomt. Hoe ben je daarin gerold? Want als we naar het begin gaan, dan moet een moment zijn dat je hebt gedacht... ik wil naar deze man. En hoe is dat ontstaan? Overigens, als jij ook van dikke, kale mannen houdt... stuur me eens een DM. Kijk naar de kijker, hoor, niet naar jou. Nou, ik wou zeggen. Nou, zeg. Oh, once you go fat, you never go back. Nee, once you go skinny, you never go back. Maar je stuurt mij de hele tijd berichten en zo slank ben ik nou ook weer niet. Ja, wel, je bent wel slank, joh. Hou op. Hou eens eventjes op. Je hebt de godverdikke die spektieten gezien gisteren, of niet? Ja, hij heeft wel een beetje spektietjes, hè? Dat zei ik al gelijk tegen... Die cuppie, zonder problemen. Echt, de gemiddelde transseksueel, die zou er een moord van doen voor zo'n lijf. Nee, ja, want nu we daar toch zijn, sinds zaterdag stuur je mij allerlei liefdesberichtjes. Liefdes niet. Mijn vriendin is kwaad op jou. Wat jij hebt gestuurd. Foto's, jeetje. Berichtgeving. Hoe zit dat? Nou ja, voor mij mag heel Nederland het weten. Je bent gewoon een lekker jong, of niet dan? Maar krijg je daar een natte klats van? Het is gewoon een leuk jong. Ik vind het gewoon leukerd. Dat mag toch? Okay, misschien is het niks een beetje, mis mee. Misschien is het een beetje de kift. Het is jaloezie. Ja. Het is jaloezie. Het is jaloezie. Vanuit het is wel zo dat het iedere keer is dat mensen zeggen... Dennis is zo'n leuke, aantrekkelijke jongen. Ja, maar jij bent ook leuk, maar je bent alleen niet aantrekkelijk, schat. Wat? Maar goed, dat was Peter Kallik wel. Ik begrijp nu zo langzamerhand dat jij af en toe wel eens een poffert voor je neus kreeg. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Maar je zag Peter en je denkt lust. Ja, op dat moment wel. Oké, maar Peter die kwam al snel 200 kilo aan. dacht je nog steeds van, nou, het zou wel leuk zijn als dat nijlpaard over me heen wandelt straks? Nee. Hoe lang had je al geen seks meer met die man? Och,
Jaren, heel toch? Heel lang, ja. Ja, dus jullie hadden een soort platonische relatie. En uiteindelijk is dat ook overgegaan. En toen moest je alsnog in die klotensoap spelen. Ja. Als ik het zo mag zeggen. Klopt. Hoe lang was het al uit voordat je daar net deed of je verkering had? Heel lang. Ja, heel lang. Heel... Ja, heel lang. Heel... Heel ja, een jaar of twee jaar of anderhalf. Een jaar ongeveer. Een jaar of een. Ja. Van de proleet die Brabant zegt dat Peter een enorm geslachtsdeel heeft. Mm-hmm. Klopt dat wel? Denk je zelf? Nee, dat is een vraag. Ja, nee. Wel. Ook niet dus. Kleintje. Ja. Is het enige wat niet dik is bij Peter? Nou, hij roept zelf altijd dat alles heel erg groot is, maar dat is zeker niet groot. Niet? Godverdomme, zeg. Waar vind je jou wel tot een hoogtepunt? Nee. Oh. Wist hij überhaupt je deurbel te vinden? Oh, Peter, je gaat aan. Peter. God, deze uitzending is echt het einde van... Nou, Peter, het einde... En dat is eigenlijk... Dat wil ik... Voordat we straks verder gaan, maar het einde van Peter Gillis. Ik snap niet dat er geen einde aan Peter Gillis komt. Die man heeft één bak ellende, sowieso met al die kutparken en minder. Maar wat hij jou heeft aangedaan. Het is toch raar dat die man nog steeds op tv is? Ja, ik vind het ook een vreemde gewaarwording. Maar ja, toevallig blijkbaar was gisteren... doet geld meer dan gevoelens van mensen. Ja, maar wacht even. Kijk, want wat je nu zegt gaat eigenlijk niet over Gillis. Want dat is natuurlijk gewoon een smeerlap, dat weten we allemaal. Maar dat programma, dat wordt maar uitgezonden. Peter Gillis betaalt Talpa ervoor om dat te mogen uitzenden. Hij wordt niet eens betaald ervoor. En Talpa blijft er maar uitzenden. Terwijl zij weten toch ook dat jij mishandeld bent door die klootzak. Ja, nou uiteindelijk zal het recht zegevieren, Jan. En, ja, dat mogen we hopen. Maar zij, nou, dat gaat zeker gebeuren. Jij hebt ze toch wel geïnformeerd over hoe het daaraan toe gaat? Daar zijn ze zeker over op de hoogte gesteld. En hoe lang waren ze daar al ongeveer van op de hoogte? Best lang. Jaren? Nou, geen jaren, maar... Minimaal een jaar. En wat hebben ze dan gezegd? Ja, precies niks. Maar niks wat helpend was voor mij. Jij zegt dat tegen hun en wat zeggen ze dan? Ja, dat ze niet in persoonlijke kwesties zichzelf gaan bemoeien. Dus je bent verantwoordelijk voor het uitzenden van iemands privéleven. En op het moment dat daar iets naars in gebeurt, zeg je... Ja, dan kunnen wij niks aan doen als je privéleven. Dat vind ik nogal hypocriet. Ja, daar hebben we allemaal onze eigen bevindingen over. Maar... Dus John de Mol faciliteert iemand die vrouwen mishandelt. Dat kunnen we toch zeggen? Dat kun je zeker indirect zeggen, ja. Dus dat bevestig je wel. Dus John de Mol moet de ogen uit zijn kop schamen. Want meneertje Kokkepeertje die heeft een soort moreel kompas in zijn binnenzak... die heel snel kapot is op het moment dat hij de poel mee kan verdienen. John de Mol is eigenlijk de pooier van Peter Gillis. Daar proost ik op. Ja. Ja, dat wil jij nog niet op proosten. Nee, nee. Want zeg maar, hoe is dat, als ik me dan afvraag, hè, die mishandeling, dat heeft jaren geduurd, dat is heel lang gaande. Mensen, dat kun je niet stilhouden, ook als iedere dag daar gefilmd wordt, mensen krijgen dat mee. Uiteindelijk komt dat, heb je dat dan direct zeg maar, aan het productieteam verteld? Is dat ooit met Talpa besproken? Hoe gaat Geen zoiets? Idee, het productie, met productie wel. Jij bespreekt het dan met productie? Ik heb met productie wel dingen besproken. En zeg je dan ook van, help mij, ik moet golven? Ja. En dan weigeren ze jou te helpen. Maar Klopt. Ze willen wel doorfilmen. Klopt. En heb je een indicatie van hoe lang er zat tussen het moment dat jij het voor het eerst aangaf... en dat jij bij hem wegging? Hoe lang heeft dat geduurd? Ja, dat zal toch wel ook een 9 maanden zeker zijn geweest. En wat ik ook niet zo goed snap, wat heeft... en dat is misschien een moeilijke vraag, maar wat heeft... Dan denk ik ook niet dat Peter gelukkig was met jou. Nou, dat weet ik niet. Want als man ben je toch niet gelukkig? Aangezien dat die man mij ondertussen nog steeds belt en vraagt of dat ik daar naartoe kom om het uit te praten, denk ik wel dat hij best wel gelukkig was met mij. Maar hij heeft toch een nieuwe liefde? Ja, dat blijkt. Ja, Wendy, helemaal onder de tattoo, mevrouw. En die zijn heel gelukkig met elkaar, zeggen ze. Ja, maar je ziet allemaal beelden, kusje, kusje, kusje. Ja. Ik heb geen beelden, kusje. Nou ja, die zie ik dan, want jij kijkt niet meer. Nee, ik heb nooit gekeken. Oh, maar je krijgt nog steeds berichten van Peter. De laatste keer dat hij mij persoonlijk bericht heeft, dat is nog geen maand geleden. En iets anders. Toen ik in mijn gezicht werd gestoken, heb je ook een bericht gekregen van Peter. Ja. En wat stond daarin? Dat stond in liefje, hij gaat. Ja. Dat vond ik echt heel erg... Ik heb er ook niet op gereageerd. Maar jij kent hem. Wat denk je wat hij daarmee bedoelt? Nou ja, ik denk dat hij daarmee bedoelt dat hij echt een hekel heeft aan jou.
Ja, maar hij gaat. Ik was toen nog niet dood. Maar dat was nee, wel de insteek. Het was wel daarin. Dat denk ik wel dat de insteek was. Maar ik vond het echt zo bizar ook gewoon. Maar impliceert dat hij daar misschien opdrachtgever van is geweest? Ik heb geen idee. Zou het kunnen? Ik hoop het niet voor hem, maar... Zou het kunnen? Ik bedoel, je kent de man gezien... Gezien zeg maar wat ik weet het niet. We hebben wel meer van hem gehoord. Ik weet het niet. Ik vind het wel zeer bijzonder. Dat je zo reageert, ook, ja. Ja, dat je zo reageert daarop. En dat je dat mailt naar je ex. Je mailt naar je ex. Er is, ik ben in mijn gezicht gestoken. Mail naar je ex. Lief, hij gaat. Kus. Want dat stond er in die mail. Ja, klopt. Iets anders. Weet je, lelijke mannen maken mooie kinderen. In mijn geval. Dan kunnen we over Peter Gillis niet zeggen. Maar godverdomme, wat heeft hij een lelijke kinderen zin. Ja, wat is dat nou van vraag? Maar echt serieus. Als ik zo'n zoon had rondlopen als Peter Gillis. Dan had ik mijn bal op sterk water gezegd. En had ik mijn excuus aangeboden aan de hele samenleving. Maar wil je nou dat zij bevestigt dat Mark een lelijke kerel is? Nee, dat hoeft niet. Oké. Okay. Nee, dat hoeft niet. Maar wij hebben heel vaak berichten gekregen dat hij een drugdealer is. Oh, gaan we heb je dat ook gehoord? Ja, daar heb ik ook wel eens van gehoord, maar dat is ook van horen zeggen. Ik ben er ook zelf niet bij geweest, Jan, dus ik kan daar zelf niet over. Je houdt toch zelf af en toe ook wel eens van een snuiven. Je hebt toch wel tegen Mark gezegd, geef mij ook een puntje. Nee, ik hou zelf niet van een snuiven. Even, jij hebt aangifte tegen gedaan. In eerste instantie heb je dat niet gedaan. Er is alleen een belastende verklaring heeft er plaatsgevonden, want er waren toen mensen bij. Ik neem aan dat je die aangifte toen niet durfde te doen, omdat je nog met hem was. Klopt. Toen zijn er ook iedere keer code rood berichten naar buiten gekomen dat het niet waar was. Ja, dat was ook niet van mij. Nee, wie verzint zoiets doms dat code rood media verlicht? Wie verzint dat? Beetje. Ja, wie denk je die dat verzint? Dat zo dom. Moet ik dat invullen voor jullie? Nee, ik vind het zo dom. Maar wij maken, hij vult graag in. Ik vraag liever. Dus, maar goed, oké, dus die code rood, et cetera, toen is er niet gedeurd. Toen is er geen aangifte. Op een gegeven moment ben je wel echt bij hem weggegaan. Maar mag ik dan vragen waarom je op een gegeven moment wel besloot, want je bent 4,5 jaar mishandeld, om wel weg te gaan? Mooie vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. Daar ga ik geen antwoord op geven. Ja, dat bedoel ik dus. Is er wat heel ergs gebeurd of iets moois gebeurd waardoor je bij hem weg kon? Ja, iets heel ergs. Iets heel ergs? Ja. Dus het was de druppel die de emmer deed overlopen? Ja, nou, er waren wel meer druppels geweest, maar die was wel echt... Dit was een hele goede emmer, zeg maar. En toen ben je daarmee weggegaan. Dat is ook iets waar je nu aangifte van hebt gedaan, neem ik aan. Want je hebt 1 aangifte gedaan met daar 10 feiten erin. Ja. Hij moet uiteindelijk voorkomen. Is dan, zeg maar, wat wil je eigenlijk? Wil je een financiële compensatie? Wil je dat hij de gevangenis in gaat? Wat wil je? Ik wil geen 1 rode rotcent. Het enige wat ik wil is dat hij gestraft wordt voor wat hij mij heeft aangedaan. En welke straf is dan terecht? Ja, de gevangenis in. Hoe lang vind je dat daarbij past dan? Nou ja, ik denk 4,5 jaar. Aangezien hij mij daar ook 4,5 jaar vast heeft gehad. Nou, denk ik dat dat passend is. 4,5 jaar. Ja. 4,5 jaar gevangenisstraf van Peter Gillis. Nou, denk ik dat passend is. Dat zou jouw eis zijn. Dat is wat ik kwijt ben van mijn leven aan hem. Nou, dan denk ik dat hij dat dan ook kwijt mag zijn aan zijn leven. Ja, Peter hoeft voor 1 ding niet bang te zijn dat hij in de douche verkracht wordt door medegevangenen. Godverdomme, wat is die vent lelijk. Ja, dan steek je hem toch liever gewoon in het doucheputje. Nou, het is een verdrietig verhaal. Ja. En nu moet je godverdomme je tieten verkopen om rond te kopen. Komen. Ja, het is toch dat vind echt, ik helemaal niet erg, Jan. Dat vind ik gewoon leuk om te doen. Nou, dan dat heb je gisteren toch gezien? Godverdomme nou zeg, wat een ballen. Ja, wel mensen die kon zitten hier natuurlijk niet voor niks. Hè? Want je gaat natuurlijk hier niet onder ons vragen of u voor lol zitten. Daar moest een tegenprestatie tegen. Nou zeg. Ja. En wat voor tegenprestatie? Kijk, jij zit natuurlijk op jouw kanalen. Want we mogen van YouTube de woorden niet gebruiken. Nee. Daar kun je jou aanschouwen. Maar er zitten kleine... eigenlijk alleen maar mensen die fan van jou zijn. Ja, exclusieve platformen. Dat je. Daar moesten wij dan gisteren een duit voor in het zakje doen. Nou. Ja. Dat komt binnenkort op jouw kanalen. Wij gaan het ook sturen naar onze donateurs. Ja. Het was walgelijk. Het was pijnlijk. En het was vervelend. En het is allemaal nog opgenomen ook. En liever gezegd, er zijn foto's van gemaakt. Een filmpje van gemaakt. Ik ben er verdrietig van. Wat was er nou aan de hand? Nicole, die wilde een fotoshoot voor... de naam die we niet mogen zeggen. In dit geval hebben we het niet over die gakbal, maar over haar pagina. Waar alleen maar mensen komen die heel erg fan van haar zijn. En die had samen bedacht met die meneer die daar zit... dat het misschien wel heel leuk zou zijn dat Dennis en ik... een soort onderdanige rol kregen in het spel, als je begrijpt wat ik bedoel. Liever gezegd, mijn reet is nog steeds bont en blauw van de klapper met de zweep. Ja, en hebben we alvast... Overigens niet van mij, hè? Nee. Door hem. We van hebben daar vast een klein voorstukje van. Ja,
Nou ja, lekker. Volgens mij zouden we dit niet filmen. Maar nu je er toch bent... Nee, maar dit is wel... Dit is het diepste punt van mijn leven. Dit is wel een heel groot dieptepunt. Dit zijn ook beelden die komen over 3 jaar terug. Hè, dat alles is geïmplodeerd. Dat je dan ergens solliciteert. Ja. En dat je dan toch nog probeert. Misschien laten vrouwen en kinderen. En dat ze dan... Ja, dat... Kijk hier naar terug. Ja, het is... Het is om te hebben. Ja. Weet je wat het een beetje is? Dus jullie lachen over mij, dus ik mag ook wel een keer om jullie lachen, toch? Ja, oké, maar het zit niet heel lekker. Het is best warm. Ja, ik lach liever op iemand die in elkaar geslagen wordt door een man dan dit. Ja. Dit is heel erg. Sorry. Heb je Peter ook wel eens met een zweep gegeven? Nee, ik ben niet dominant zweep. Oh ja, maar ja, je slaat mij toch ook mijn billen blauw? Ja, ik moet het. Oh. Kun jij me even helpen? Dit was een heel naar moment. Ja, dat was een prachtig moment. Ik was je echt kwijt. Ik was je echt kwijt. Ja, ja, hij wilde eruit. Ja, niemand wou me de pakken halen. Hallo? Kan iemand mij even helpen? Ik zat dus in een nappe lederen dwangbuis en niemand wilde mij eruit halen. Ja. Ha ha ha. Ja. En toen kwam ik to the rescue. Nee, en niemand wilde dat ding losmaken. Het staat maar. Oh, wat erg. Wat erg. Doe dat ding even losmaken. Ja, je bent zo vies besmeerd. Ja, maak dat ding even los, joh. Ja, en die beelden dus, die hebben wij volledig. Dat is ongeveer een reportage geworden van, ik denk, 1,5 uur. Prachtige reportage. En die sturen we naar jullie op. Jan, hoe doen we dat? Ja, ik... als ik dit eens wel terugkijk... Dat hoeft niet meer. Nou ja, ik heb het liever niet. Maar we kunnen niet meer terug. Het is vervelend. Dat kan dus op roddelpraat.backme.org. Roddelpraat.backme.org. Dan steun je dit om dit prachtige programma mogelijk te maken. Een prachtige donation. Extraordinair. En dat is Frans. Voor weet ik niet. Maar 5 euro's om dit mogelijk te maken. En we willen ook iets terug doen. En dus krijg je alles wat we overhouden van deze uitzending. Hoepen de poep zat op de stoep. In een balletje. In je doosje gegooid. Donderdag om 6 uur. Ja, en dus dit. Rollenplaat.backme.org. En uiteindelijk dus ook... Ja, dit stuk vernedering voor mij. Ja, dan gaan we door. En dan blijven we bij de rechtbank, of niet, Jan? Ja, zeker. Is dat zo? Ja. Oh. Nee, kijk eens voor je. Ja, het is verschrikkelijk. Hier wil ik dan wat over zeggen. Normaal zegt Dennis altijd... Jan heeft ook een onderwerp ingestuurd. Ja, maar dat zou ik bij deze niet zeggen. Terwijl, ja, jij hebt dit onderwerp wel ingestuurd. Maar zo kinderachtig ben ik niet. Oké. Ik heb natuurlijk bij Poont gewerkt. De eerste 5 jaar van het bestaan van Poont. Liever gezegd, ik heb de boel opgebouwd. Was toen fantastisch. Daarna nooit meer zo goed geweest. Toen ik wegging, kwam Dennis daar werken als verslaggever. Wat je dan krijgt, en dat vindt Dominique Wezi... Kalm. Rustig aan. Ja, maar als het om hem gaat, wordt hij helemaal wild. Ja. Die vond het de allermooiste als er verslaggevers op hun smoel werden geslagen. Dan kon hij namelijk heel hard gillen, niet te geloven. Vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. Die lopen gevaar in Nederland. Walgelijk, verschrikkelijk. Doe er wat aan. Dit kan toch niet zo langer. Maar hij gaf geen ene fok over die mensen die klappen kregen. Liever gezegd, hij stuurde ze continu zeg maar, naar plekken waar ze klappen kregen. En dan, als je dan opbelde van ik ben net op een smoel geslagen. Het enige wat ze zeiden... Heb je de beelden? Heb je de beelden? Ja, ja, ja. En als ja. je zei, nee, ik heb de beelden niet, zeiden ze... Ga nog een keer Kanaaleiland in. Ja, ja, ja. En dan roep je nog een paar keer dat je Joods bent. Dan hopen we dat wat effect heeft. Afem. Danny Schouten, die zit daar. Dat is die... Hoe noem je dat? Knappe, die hele gezellige knappe gozer. Was dus weer een van de Marokkanenbuurt. Je kent het allemaal wel. Dus wat gebeurt er dan? Dan slaan ze je voor je bek en je cameraman erbij. 4 jaar geleden. Dus bijna door... 6. 4 jaar geleden, bijna 6. Allemaal leuk raar, dan doe je dus aangifte. En nu moet Danny komen getuigen tegen dat schorrimorrie uit het Berbergebied. Uit het Rifgebergte. En dan moet hij dus naar Roermond. Waar het Turken?
waren Turken. Ja, die komen ook in het Rifgebied. Oh, prima. Waren Turken? Ja, waren Turken. En was het Blerik? Daar zal ik er wel verder op pakken. Nee. Oh. Ik wil graag mijn excuses aanbieden aan de gehele Marokkaanse bevolking in Nederland. Dat ik jullie er gelijk voor aanzag dat jullie het deden. Nee. Want laten we eerlijk zijn, er zijn nooit problemen met Marokkanen. Het zijn die scheid-Turken iedere keer weer. Enfin, in elkaar geslagen door Turken. En toen moet hij dus naar Roermond of Alplezers. Roermond is het poepgaatje van het doucheputje van Limburg. En dan moet hij dus getuigen tegen die Turken die hem toen al in elkaar wilden beuken. Die zijn 6 jaar ouder. Die zijn nu heel hoog opgeklommen in de criminaliteit. En dan moet hij dan dus tegen getuigen. En dan wordt hij vermoord. Ja, 6 jaar geleden was ik in Blerik met cameraman Juri. Die heb jij gisteren gezien. Voorpoont, want we moesten verslag doen. Want er was een drugsmoord gepleegd in Blerik. Dat is een stadsdeel van Venlo. De Turken onderling deelden daar een drugs. En wij moesten daar verslag doen. Nou, ja, leuk. Ja, nou ja, precies. Dan weet je wel, dat zegt Poont, rammen erop. En dat vond ik 6 jaar geleden ook wel heel leuk, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat vond ik toen wel heel leuk. Ja, maar toen deed je werkelijk alles voor aandacht, hè? En die tijd is godsdank nooit voorbij gegaan. Nee, precies. Nou ja, hier even de seconde van waar het mis ging. Dat zijn natuurlijk hoor. Kanker. Jongen. Kanker. Niet zo grote jongens zijn. Weg. Waarom gooi je direct met dingen? Weg. Niet geld me, want ik ben jullie hier. Gaan we het hier doen? Waar gaan we weg? Hier weg dan! Wat kan jullie hier al niet dingen? En toen gingen alle beelden uit. Toen moesten wij van Poont aangifte doen van mishandeling. We lagen allebei in een balletje door 6 man getrapt. En na 3 minuten van die politie was heel druk bij Dix doen. Trok ze die jongens van ons af. En ja, toen gingen we naar het politiebureau aangifte doen. Want we moesten vooral aangifte doen. Want de camera, zoals u zag, was kapot getrapt. Ja. De camera van Poont. Daarbij doe ik aangifte van mishandeling. Nou, nooit wat van gehoord. Tot nu, want ik krijg ineens een brief van de rechtbank in Limburg, geachte heer Schouten, in verband met een zaak tegen Amin M, Aydin O, Yunus Emre A en Rashid S. Moet ik komen getuigen bij de rechtbank in Roermond, donderdag, morgen? Ik moet komen, je bent verplicht om te komen. Als je dat niet doet, dan kan de rechtercommissaris u dagvaarden. Dat betekent dat je wordt opgehaald door de politie. Dan word je een nachtje ervoor vastgezet. En de volgende dag moet je komen te getuigen tegen mensen waar je eerder aangifte tegen hebt gedaan. Nou ja, toen heb ik, hierachter kunt u dat zien, Poont gemaild. Er is een zaak gebeurd voor jullie. Het gaat om jullie spul. Ik zou graag juridische hulp van jullie willen. Omdat ik hier eigenlijk niet naartoe wil. Vul uit. Ik kreeg helemaal niks terug van Poont. Ik heb Lucas Goes en Dominique Wezi gemaild en gebeld bij de directeuren. Niet opgenomen, geen bericht terug, geen mail terug, helemaal niets. Maar ondertussen aan de andere kant heb ik wel een mooi ander berichtje gekregen op Instagram van mijn Limburgse vrienden. Die weten kennelijk ook dat ik dinsdag moet getuigen. Zorg dat jij in Roermond niet verkeerd zegt, vriend. Wij zijn niet bang. Ja, met een vuistje erbij. Met een vuistje erbij. Dus dat geeft wel een heel prettig gevoel om te getuigen tegen die jongens. Toen heb ik nog met de Limburger gebeld. Ik zeg, is dit nou gewoon tuigen of zijn het drugscriminelen? Het bleek het laatste. Dus eigenlijk is zeg maar het gevolg dat als ik donderdag niet ga, dan word ik opgehaald door de politie. En als ik wel ga en ik getuig tegen die jongens, ja, dan komen ze waarschijnlijk. Nou, misschien moet je wel gewoon samen met mij onderduiken dan. Oh, goed oh, idee, dat is toch? Het begin van een heel romantisch verhaal. Leuk, ja. Leuk. Ja. En laten we dan een camera meesturen. Ja. Voor je weet maar nootjes. Dat zij dus nu niks laten horen, terwijl jij gevaar loopt. Dat zegt zoveel over hoe die mensen in elkaar steken. Ik zeg 1 ding. Tuig. Maar het zegt ook wel iets over de rechtspraak. Want als je in je gezicht wordt gestoken, wordt een onderzoek direct gestopt. Wordt er niet eens iemand op gesprek gekomen of verhoord. En als je aangifte doet en ergens van slachtoffer bent, word je verplicht om 2 uur te reizen onder dwang dat je anders zelf wordt gearresteerd. Ja, maar dat kan je vertellen zonder dan op details in te gaan. Want dat heb ik beloofd aan mijn moeder. Ik ben tegenwoordig verdachte van een mishandeling nadat ik op mijn smoel ben geslagen. Zoals je weet. Door een familielid. Oh. Nu ben ik verdachte geworden. Jij bent de verdachte geworden. Want hoe bedoel vloep zat op de poep. Ik heb het gedaan. Ja? Ja. En daar is dan een getuige bij geweest. Toevallig dan de vrouw van de dader. En die heeft het allemaal gezien gebeuren. Van thuis op de bank. Wat knap is, want ze was niet aanwezig. Dus de politie heeft mij opgebeld. U bent officieel verdachte. Terwijl ik
en zomaar uit het niets een vuistslag op mijn smoel kreeg, waardoor mijn neus weer brak en mijn bril van de kop af. Het doet in Nederland doet het er niet meer toe. De hele rechtsstaat ligt op zijn reet, justitie ligt op zijn reet en de politie die doet maar wat, want die is kapot bezuinigd. Ja, het spijt me, maar als er mij iets gaat gebeuren, ik ga geen aangifte meer doen. Sorry, ik ga het zelf wel oplossen. Ook na zes jaar. Dat is godverdomme nog langer dan Soldaat van Oranje die kutmusical loopt. Na 6 jaar moet je dan komen getuigen tegen... En wat heb jij eraan? Ja, niks. Poot krijgt de schadevergoeding en die wil niet eens contact met mij. En ik krijg hoger passie klappen. Nou, als ik jou was, zou ik gewoon lekker je laten oppakken door de politie. Voor hetzelfde geld heb je nog een paar hele leuke dagen daar. Ga je dan ook mee? Ja hoor, gaan we mee op vakantie met jou. Gezellig. Nee, het is niet op vakantie, het is dan in de gevangenis. Ja, ze noemen ze dat toch altijd? Ja, daar houden we weet ik veel. Ja, jij bent met een crimineel geweest, ik niet. Is zo. En dan gaan we naar afgelopen weekend. Afgelopen vrijdag. Ja, jij kan er niet toe, want je was ondergedoken. Maar heel bekend Nederland, zelf ingenomen, arrogant, volgevreten Nederland was daar. De Amsterdamse zomer, het spektakel van Bas Smit. Jij was daar, Jan? Tuurlijk was ik daar. Geweldig! Eén woord. Ja? Geweldig. Nee, ik heb 2 woorden. Fantastisch geweldig. Was fantastisch geweldig. Ja? Ja, mooi. Ken jij Bas Smit? Ja. Jij. Bas Smit van Nicolette van Dam. Nooit gezien? Nee. Die man die al zo, zo achterlijk lacht. Nee, ja, ik heb hem wel voorbij zien komen bij filmpjes op Snapchat en op Instagram en zo. Dat wel. En denk maar, je aan leuke man of zelf ingenomen kwal? Ik denk dan niet leuke man. Nee, zeker nee, niet. Precies. Nee. Dat bedoel ik, Bas. Maar, Bas is een hele aardige, leuke man. Die steekt samen met zijn vrouw ieder jaar hun nek uit om een fantastisch concert neer te zetten. En om hun zakken diep. Ik heb daar, ondernemers, heb je daar moeite mee of ben je een communist? Ik vind het fijn. En ik zou je nog wat vertellen. Dat gezeik van iedereen van, ja, maar André Hazes werd afgekapt in zijn liedje. Ik heb daar gestaan. Ik dacht dat het bij de show hoorde, want hij werd afgekapt. Tenminste, dat het leef pop uit vuurwerk aan. Ik dacht dat het bij de show hoorde. Hier zijn de beelden. Komt dit over als iets wat bij de show hoort, Nicole? Het komt niet echt over als iets wat bij de show hoort, nee, maar... Nee, dat was het ook niet. Het was een groot fiasco. André Hazes moest als laatste optreden. En ineens stuitgevrij, boombat, 7-11 werd het afgebroken. Vorig jaar was het al een debakel, de Amsterdamse zomer, omdat er geen drank was. Het was op, mensen betaalden heel veel geld voor veel te dure kaartjes. Toen was de drank op en dit jaar werd tijdens de hoofdek zomaar alles stilgezet. Ah, jongens, wat is er zo'n slap gezeik. Kijk, luister eventjes. Vorig jaar kwamen er 100 man personeel niet opdagen omdat het warm was. 100 man personeel zegt dan af. Dat is Bas een kutverhaal. Die man kan dat gewoon 100%. Niet regelen. 100%. Dat is allemaal... En denk je nou echt, even serieus, maar even serieus. Denk je, kijk, jij loopt helemaal het af te zeiken omdat ik het een aardige gozer vind. En jij wil met de hele wereldoorlog. Ik probeer voor mij hoeft dat niet objectief te benaderen. Nou ja. Kijk, denk je nou echt dat zij met z'n tweeën dit organiseren? Denk je dat echt? Dat denk je toch echt? Dat denk je dat echt? Zo staan zij er wel voor. Zij zijn het gezicht. Zij zijn het gezicht. Maar je denkt niet dat die mensen iets organiseren hieraan. Die verdomme gelul. En maar iemand afzeiken omdat hij leuke dingen doet. Ik word het doodmoe. Ah, gelukkig was ik zou je sterker vertellen, die vader stinksnol van een Patty Brat, die stond er ook met een gratis kaartje. En die zit er dan ook af te zeiken in show nieuws. Ja, want wat ik zei ben... jij nou over mijn beste vriendinnetje, joh? Oh. Dat je beste vriendinnetje? Ja, dat is een van mijn beste vriendinnetjes. Dat gaan we zeker zo niet doen. Dan ga ik die zweep er even terughalen. Dat vuile vieze veen lijkt. Nee, opgebaarde bejaarde stuk stond. Nee, dat is een van mijn beste vrienden. Echt waar? Ja, zeker. Dat is een hartstikke lieve vrouw. Als dat je vriendin is, lieve vrouw. Ik zou liever in mijn eentje op een onbewoond eiland zitten dan dat ik bevriend zou moeten zijn met een stuk perkament, zeg. Weet je met wie ze daar rondliep? Ja, weet je met wie ze daar rondliep? Met Farri Natsari, dat vuile vieze stinkdier. Weet je wat die de hele tijd? Ik zeg, hey Farri Natsari, ken je die? Jij wil oorlog met de hele wereld volgens hem? Dat is die floppoot. Die poot flopt overal. Gebruik hem even. Ik zeg, hey Farri Natsari, draait zich om en doet die... Dus ik denk, nou ja, dat is misschien onder homo's normaal dat je dat doet. Dus ik zeg, hey Farri Natsari, hij zegt, heeft hij 5 minuten nou maar gedaan? 5 minuten,
Dan denk je, dat is toch niet goed? Nee. Dat is niet normaal. En toen keek Pet naar me. Ik zei, hey Pet! Weet je, boos kijken. Kan de kringen natuurlijk met die oude verrimpelde hondenkop van. En toen... Want de zweep komt terug op tafel, vriend. Zag ik ook nog Monique van André Hazes. Die was ook boos op me. Op jou. En toen zag ik Ziyech, dat is die voetballer. En toen vroeg ik, mag mijn dochter met je op de foto? Zei die, vandaag doe ik geen foto's. Was ook kut. Er waren... weet je wie een leuke gozer is? Die enige... Bas is top. En Matje Hoogkamer, dat is een topper. Ja, ja? Matje Hoogkamer is inderdaad een topper, ja. Ja, dat is dus, dat vind ik een hele leuke gozer. En die komt binnenkort bij ons te gaan. Nou, dat geloof ik niet. Die maar even om terug te komen op Pet. Wat? Pet is mijn echt... Maar liever, als jij Petty Brad leuk vindt, dan mag dat toch? Ja, er waren vroeger mensen die waren gek op Adolf Hitler. Ja. Ja. Oh, wat heb je Jezus! Ik verbied je tot niks. Nee, je hebt 4,5 jaar hand in hand gelopen met een of andere dikke crimineel uit Brabant. Ja, ik vind alles Dat maak jij ervan. Maar Petty is echt een hele erg lief. Ken je ook Antoine? Dat is de butler. Aman? Die ken ik. Ja. Antoine die brengt altijd de coke in. Als jij dan met Petty was, bracht hij dan het spul en zo. Hou eens op, joh. En je ook met Petje kutje bond. Nee. Oh. Nee, wij zijn gewoon goede vriendinnen van elkaar. En ze helpt mij, ze steunt mij ook. Oh. Maar goed, betreffende Petty. Petty was natuurlijk wel bij de Amsterdamse zone en die kan objectief over hem spreken. Dus we konden gaan. Hier is... Petty, Petty, Petty! We hebben de gemeente vandaag gebeld en die zeggen dat ze dus geen overlast hebben gehad en geen klachten hebben gehad. En dat er dus ook helemaal geen sprake van is geweest dat ze het concert eerder hebben beëindigd. Maar het was heel gek, want normaal duren die concerten tot 11 uur, heb je hier een vergunning. En dit was echt 6 minuten over 11 of 9 minuten over 11. Ja, echt net over 6, dus eigenlijk was de eerste reactie van dit heeft de gemeente. Ja, maar het was ook heel gek, want dat hele stadion wist niet waar ze naartoe moesten. Want normaal gesproken heb je dan ook een dankjewel. Of een, je met een was, een toegift. Nee. Nou, in hun geval vorig jaar bijvoorbeeld. Dank jullie wel dat jullie er waren. En niet, het was echt 25.000 mensen die zo stonden te gillen. En ineens was er niks. Dus en ook was, nog helemaal niet klaar waren natuurlijk. Ja, niemand was er klaar voor. Dus we hebben... Ja, Bas kon dus gewoon niet plannen. En Petty zei de waarheid. Ze hadden er een puinzooi van gemaakt. Ja. Bas kon niet plannen. Bas die staat daar gewoon een biertje met mij te drinken. Die is dat toch niet aan het produceren? Wat doe je nou toch raar? Daarna gaan we naar Yvonne, want Yvonne berichtte ook over Bas. En Yvonne heeft altijd gelijk, toch Jan? Nee. Nou, in dit geval niet. Over Bas niet. Nee. Nou ja, want ja, we hebben straks een enorme scoop over Bas. Maar eerst begint Yvonne over Bas. Want Bas was in China met John Newbank. En wie is John? John die maakte altijd alle liedjes van Marco Borsato. Ja. Dus John heeft nou iets minder werk op dit moment. Ja. Nou, goed. John was samen met Bas op reis naar China. Daar vertelt een spion van Yvonne dat ze samen in het vliegtuig zaten. En dat ze op een gegeven moment in een taxi met jonge Chinese Aziatische vrouwtjes... op pad ging. Ja, nee, dat staat hier letterlijk. Naar hun hotel. Die gingen mee naar hun hotel. Dus Bas Smit ging vreemd met een vrouw. Met een Chinese vrouw. Nou, als hij vreemd gaat, oké. Maar als je vreemd gaat met een Chinese vrouw, dan vind ik het meer. Dat geef ik eerlijk toe. Ja. Ach, dat vind ik zulke lelijke mensen. Ach, wat zijn die Chinezen lelijk, zeg. Chinezen zijn echt lelijk. Kijk, ik heb niks tegen Chinees als het gaat om eten. Dat vind ik lekker. Maar die mensen zelf zijn heel lelijk. Ja, ja dat zou je waarschijnlijk niet mogen zeggen. Maar ik zeg het wel. Het is wel een beetje discriminatie. Ja, nou, in de zin van gereden. Ja, mensen zien er toch echt voor de honden niet uit. Nee. Dat lijken toch slecht afgebakken Playmobil poppetjes. Nee, ik vind het verschrikkelijk lelijke mensen. Ja, en ongezellig vaak ook. Oh, en ze stinken ook. En ze spugen vaak op de grond. Ja. En ze laten scheten en boeren alsof het normaal is. Nou, ik vind het niks. Er zijn er geloof ik 1,6 miljard van. 1,6 miljard te veel. Als je het mij vraagt. Ja, maar alleen in Nederland vind ik het een probleem. Kijk, want als je ze bij in Nederland vind ik het geen probleem, want ik wil wel gewoon lekker Chinees. Ja, maar bij de achter de bar alleen. Bij een Chinees of bij een snackbar. Want die hebben ze nu ook allemaal gekleed. Maar verder, of bij de wok, maar verder, altijd verveeld. Maar Bas ging ermee, in China. Altijd vervelend. Ik zie dus nooit de Chinees ergens. Behalve, zeg maar, in Chinees restaurant. Waar zie jij nou Chinezen? Ja, je hebt dat nooit last van Chinezen. Ik heb in Enschede wel eens een paar Chinezen in het wild gezien. Echt? Ja. En waren dat toeristen of wok-Chinezen? Nee, van die wok-Chinezen. En wat zeiden ze tegen jou? Ja, niks, want ze zijn zo ongezellig. Ja, ze zijn ongezellig. Dat zijn hele ongezellige mensen. Ja. Maar mijn vader zegt altijd, liever 10 Chinezen dan 1 Marokkaan. Nou ja, weet je, en daar ben jij wel met mijn vader eens, denk ik.
Nou, ik ga helemaal geen uitspraken doen over... Dat kan jouw schoonvader worden, hè? Dit vindt hij niet leuk als je geen gelijk hebt. Nou ja, weet je wat het is? Ik heb geen mening over cultuur en over mensen. Ah, sowieso niet. Ik heb dat geleerd. Altijd ja. Ik zeg zo, heb jij dat geleerd, Bennetje? Ja. Maar je weet wel dat Chinezen altijd... Chinezen die hangen altijd rond in casino's. Daar hangen ze gewoon rond in het wild. Dan kun je ze gewoon spotten. Geen enkel probleem. Ja. Oh, dat zijn er van die gok-Chinees. Ja, daar staan ze ook bekend. Dat ze doen altijd de wedstrijden verkopen. Klopt. En zo. Ja. Wat verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Maar weet je, en ze schijnen, en dat is misschien niet zo'n heel leuk verhaal, maar ze schijnen heel veel te verliezen dan in het casino. En dan komen ze eruit en dan zeggen ze, oh, ik heb verloren. Even een racistisch grapje eruit. Ja. Maar goed, we hadden het over Bas Smit. En we hebben het nog even over Bas Smit. Want... Moet dat nou? Ja. Hallo, onnodig. Ja. Ik ben wel heel benieuwd naar die scoop anders. Ja, fantastisch ondernemer, leuke man. Het is een knaller van de scoop, maar ook eigenlijk hartstikke homo. En dat hebben we hier al vaker gezegd. Nee, dat zeg jij altijd. Ja, en dan gaan we nu even... Even wachten. Dus net was de scoop van Yvonne dat hij Chinese vrouwen wipt, waar ik tegen ben. Omdat ze... Ja, maar in China en in Thailand en in dat soort landen weet je nooit zeker of dat het een vrouw is. Het kan eruit zien als een vrouw, maar er kan ook gewoon een tolly tussen die benen hangen. Dus ja, weet je? En in Bas geval lijkt me dat helemaal niet vreemd. Ja. Dat is een tolly. Een tolly. Dat is een netjes woord voor dat ding wat bij jou tussen je benen volgens mij ook hangt. Ja, trouwens, dat heb ik gisteren gezien. Een penis. Waar Peter zo'n heel kleintje vanuit, hè? Ja. Maar mag ik er even op wijzen dat in Thailand veel van die types zijn omgebouwd? Dat zijn ladyboys. Maar in China niet, want Chinese mannen en vrouwen zijn identiek. Die zijn, dat is toch precies hetzelfde? Je ziet het verschil tussen een Chinese man en een Chinese vrouw toch niet? Dat zeg ik. Slecht gesmolten Playmobil poppetjes. Het zijn allemaal hetzelfde. 1,6 miljard. Niet gelukt. Als ik God was geweest en ik zat op die wolk, keek naar beneden, had ik gezegd... Dat is een foutje geweest. 1,6 miljard productiefoutjes. Slecht afgepakken. Ja, is toch zo? Is niet gelukt. Nee. Maar we gaan nou naar het mooiste product. Wel lekker eten. Die jij kent, jouw grootste vriend. Want we hebben Bas Smit is topper. Enorme scoop over Bas. We hebben een enorme scoop. Jan, kondig je hem aan of wil je het niet? Met enige tegenzin. Ja. Want ik vind dat we... Jij bent bang dat je volgend jaar niet meer wordt uitgenodigd. Ja, dat zou ik heel erg vinden. Ja. Maar daarom breng ik hem en jij kondigt hem aan. Scoop. Nee. Nou. Scoop. Scoop! Ja, Bas Smit. Want we hebben je al heel vaak gezegd dat Bas Smit... Ik heb al vaak een zeer betrouwbare bron gehoord dat Bas ook aan mannetjes smikkelt. Dat moet jij toch niet zeggen? We hebben van jou filmpjes dat je staat buiten boord te tongen met een of andere homofiele barkeeper. En dan ga je, dan ga je nu andere mensen... Maar ik heb dat nooit ontkend, dat is het verschil. Ook waar. Nou, en Bas... die erkende dat nooit. Sterker nog, er zijn wel eens mensen die in een radioprogramma een grapje hebben gemaakt dat Bas op mannen zou vallen. Wie? En hij heeft direct die radioman gebeld. Wie? Bram Krikke. Die werd direct gebeld van ik wil niet meer dat jij zegt dat ik homo ben. Ik denk dat je iets moeilijker ging doen om die naam vrij te geven. Nee hoor. Ik ben wel eerlijk. Ik wel. Ik heb geen vrienden omdat waar ik altijd goed mee moet zijn. Nee, precies. En toen kwam mij een heel mooi verhaal. Want ik zag jou druk twitteren over hoe mooi het was bij Bas. En een column schrijven hoe mooi het bij Bas. Fantastisch. En toen had ik een zeer betrouwbare bron aan de telefoon. Die ik wel anoniem hou, want anders hebben we nooit meer scoopjes. Oh. Maar die weet echt van alles. En dat is een betrouwbare bron, of niet, Jan? Kun je niet ontkennen. We hebben wel eens betrouwbare verhalen van de bron gekregen. Edoch ben ik niet van overtuigd dat dit heel betrouwbaar is. Wie is de bron? Dat zeggen we dus niet. Oh. Bas Smit, die is 3 maanden geleden door Nicolette van Dam uit huis gezet. Naar het vakantiehuis in Marbella gestuurd. Voor een week. Omdat Nicolette van Dam erachter is gekomen dat Bas seks heeft gehad met Jordi Benal. Cassie Canon Jordi Benal. Ja, Bas had daar al vaker mee gezoend. Dat was op zich niet zo'n probleem. Maar op een gegeven moment is Nicolette erachter gekomen dat ze daadwerkelijk de daad met elkaar hebben gedaan. En Bas had met Nicolette afgesproken dat niet meer te doen. Je gaat niet vreemd met mannen, met vrouwen, maar ook niet met mannen. Wat is er nou te lachen dan? En hoe is hij daar nou achtergekomen? Nou, op een gegeven moment moest Bas terugkomen, want er werden pakketjes verstuurd speciaal voor Bas. En die moest Nicolette dan ophalen toen Bas het huis was gestuurd in Marbella.
En toen stond Nicolette bij de pakketjespunt. En die zegt, nou, ik kom een pakketje ophalen voor Bas Smit. Foto van de ID-kaart. Nee, die moest echt opgehaald worden door Bas zelf. Dus toen was Nicolette heel geïrriteerd, want die was al boos. Dat haar man, ja, ze gaat vragen met Johnny Cassique en Benal. En toen belde Nicolette daar in de Bruna, of wat van winkel het ook was, waar de pakketjes werden opgehaald in Amsterdam Oud-Zuid. En die zei iets in de trend van, ja, verdomme, nu heb ik door die ellende van jou, omdat jij met die vent bent vreemd gegaan, nu ook al dit en het pakketje, nou kom nu maar terug. Want Nicolette had kennelijk belang bij dat pakketje weer op de naam stond van Bas. Toen mocht Bas weer terugkomen. Maar Bas is naar bed geweest met Jody Benal. 1000% waar. Ik kan het bewijs voor het niet laten zien, maar dan weet ik van wie het komt. En dat kan iemand hebben, nooit meer scoes. Maar 1000% waar. Bas Smit en Jody Benal met elkaar. Mag ik wat vragen? Ja. De bewijsvoering, heb je dan foto's of filmpjes daarvan? Ik kan daar me niet over uit. Nee, maar dat heb je niet. Jan, ik kan me er niet over uit. Het zou me niks verbazen als die filmpjes van Bas en Jody nog een keer uitleggen. Maar dit is ook de Marco Bussato-bron die we ooit hadden. Ik kan dat niet. Dat kan ik gewoon niet doen. Maar het is echt waar. Ik had graag meer laten zien. Maar Bas Smit en Jody, Cassie, Kenon, Benal. Maar dan, maar ik wist ook niet dat Jody van Poutenstein was. Ik vind Jody super onbelangrijk. Nee? Wist je dat niet? Jij wel. Nou, kom op, je hebt toch die videoclip toch wel gezien. Aantal, ja, hoe lang is dat al geleden? Dat klassieke nog een verhaal wat hij altijd aanhaalt. Dat maar zie je toch. Maar je hebt Bas net ook gezien. Verbaast het jou dat Bas ook met kerels gaat? Nou ja, ik heb hem voorbij zien komen. Dus inderdaad van de filmpjes afgelopen weekend van de Amsterdamse zomer zonder... Zie je er toch uit als een homo? Nicolette in beeld. En ja. Ik dacht inderdaad niet dat hij per se op vrouwen viel. Maar ik weet het niet. Dat bedoel ik. Ik vind het de boel van Peter zeggen, maar die is wel super hetero. Toch? Ja. Ja, ik vind het gevalletje smaten lastig. Ja. En ik ben er absoluut tegen. Ja, we knallen van de scoop, van de vervelend, scoop. Vervelend. Ja. En, ja, ik zou ook wel iets vervelends over vrienden van jou willen zeggen, maar ja, die zijn er niet. Nee. Ik vind het heel vervelend. Ja, ik ga graag een keer mee naar de Amsterdamse zorg. Ja, dat wordt lastig. Ik denk dat ik ook niet meer mag. We gaan het allerbelangrijkste, der belangrijkste bespreken. En dat gaan we niet zomaar doen, dat gaan we doen in het... Reclameblokje. Ja, waar Nicole haar geld verdient met hitsige mannen of vrouwen die graag foto's of filmpjes willen bekijken van Nicole, doen wij dat met donaties, want YouTube heeft de advertenties uitgezet. En dames en heren, ja, Nicole, we hebben heel lang opgenomen. Hoe lang zit je hier nu? Heel lang. Manager, te lang. Manager klikt heel zo. Ik ben wel veilig, want niemand kent het adres. Ja, klopt. Ik denk 2,5 uur en we hebben een bepaald gedeelte. Die komt, dat. Die zie je nu. Maar wat dat. We overhouden, sturen we toe naar onze donateurs. En hoe doe je dat, Jan? Word donateur. Op roddelpraat.backbeek.org. Roddelpraat.backbeek.org. Hieronder staat de link. Zodat jij 5 eurotjes aan ons geeft, zodat we dit prachtige programma kunnen maken. En dan kunnen we ook eten. En dan kunnen we ook drinken. Ik krijg u eigenlijk nog meer, want we hebben een hele wilde reportage geschoten gisteren met Nicole. En ook dat sturen we naar de donateurs. En eigenlijk zouden we dat openbaar plaatsen, maar dat... Ja, dat gaat gewoon niet. Dat is even te pervers. Dat is zo pijnlijk. Ave, jullie helpen ons dit programma te maken. En we doen ook iets terug. Een kleine geste. Hetgeen wat we overhouden van deze opname, gooien we in een balletje in jullie doosje. Om 6 uur op donderdagavond. En dan hebben we het volgende. Jan en Dennis. Zonenergie.nl. Heb jij op jouw onderduikadres zonnepanelen? Ja. Oh, en een echo. Ja. En een laadpaal. Nee, geen laadpaal. Nee, maar we hebben ook geen elektrische auto. Ik weet nu al waar je die vent, die ken ik, waar je bent omgeduid. Die rijdt in zo'n hele oude Subaru. Zit die dan stoer zo. Oh, ik zit een Subaru, ik ben tuig met een brilletje en een kort kapsel. Nee, maar we hebben nu ook laadpalen. Wat een tyfuslijer, of niet dan? Laadpalen bij Jan en Dennis, zonenergie.nl, zonnepanelen, airco's en ook laadpalen. En hoe kom je aan een laadpaal? Nou, dan ga je naar Jan en Dennis, zonenergie.nl. En dan bestel je een laadpaal. Wat kan je met een laadpaal? Dan kan je godverdomme je elektrische auto opladen. Oh, maar Jan, je bent toch tegen elektrische auto's? Zeker niet. Ik rij er alleen zelf niet in. Oh, Jan, je hebt toch ook iets tegen het klimaatgezeik? Dat kan wel. Maar weet je waar het heel erg goed voor is? Voor de ping-ping, voor de ching-ching, voor je portemonneetje. Ja. Oh. Kan je met zo'n laadpaal ook je deel dooropladen?
Dat zou kunnen als je een ander stekkertje aan doet. Ik zeg hatseflats, of niet meer? Nee, ik zeg dat niet. Oh, maar dan gaan we wel naar... Ga je nou op het allerlaatste moment een beetje geil zitten doen? Nee, ik ga niet geil zitten doen, dat is niet waar. En dan gaan we ook even naar onze webshop, want kijk, hij is weer helemaal terug. Loop niet goed op! Helemaal actief, want... Gaat het goed met hem aflopen, Nicole? Gaat het goed met hem aflopen? Gok van niet. Het is een gok van niet. En dan kunt u al helemaal stijlvol gekleed zijn wanneer Peter voor het tribunaal zit. Ja, die gaat er voor de komen. Dat als dat de doodstraf er nog was, hoe zou dat zijn geweest? Godverdomme, dan hadden ze toch een scheepskabel moeten vinden om dat varkensnek iedereen te proppen, zeg. Dat wil ik wezen. Maar en één ding, met Peter en Gilles, loopt niet goed af. Bestel nu op rolpraat.shop. Hartstikke mooi. En dan zijn we bij de E-Leon. Ja, Nicole, jij hebt ook ooit baby's gehad. Heb je toen de hele dag gewiegd? Oh, ik ga het wel even doen. Ja. Nee, dat mocht niet meer. Die mocht niet meer op tafel. Hij mocht niet meer op tafel. Nou, we doen hem nu omdat ze ontevreden waren. Dat we die buggy weer mag je niet meer op tafel? Nee, we hebben nu een speciaal filmpje op de achtergrond. Oh, kijk even dat filmpje dan. Kijk even dat filmpje. De E... Ja, heb je gewiegd? Heb je altijd gewiegd? Nee. Ja, ik dus wel. Ik had dus alleen mijn eerste kind. Daarna kreeg ik een tweeling, die waren relaxed. Maar mijn eerste kind huilde het kring en huil baby. Tegenwoordig hou ik van. Toen kon ik er wel van het balkon of zo te flikkeren. Janken, 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 janken. En wanneer ging het grote kind slapen? In de wieg. Dus ik dacht rondlopen met wallen onder mijn ogen tot op mijn ballen. Maar daar is nu de E-Leon. En de E-Leon die wiegt de wieg vanzelf. Nou, ja, liever zegt niet de wieg. Nou, godverdomme, hoe heet zo'n ding? Ik had ook eens zo'n ding. Hallo? Had jij die ook? Niet zo. Wil je niet doorheen praten? Hoe heet zo'n ding? E-Leon. Nee, een kinderwagen. Kinderwagen, ja. En wat doet de E-Leon? Die lost slaapproblemen op voor onrustige, huilende baby's of baby's die graag worden gewiegd. De E-Leon geeft een natuurlijk wiegende beweging. Maar liefst drie verschillende wiegprogramma's hebben we allemaal laten zien. Gemakkelijk op te bergen en mee te nemen. Bewezen werking, eenvoudig en snelle bediening via de gratis app. Daarom zit dat ding hier buiten. Hè? Daarom zit dat ding hier buiten. Oh, ik dacht, we moeten jullie nou met een kinderwagen, maar dat is... het kwartje is gevallen. Slim, hoor. En we hebben een speciale rollenpraatactie. Het was van 129,95, maar nu voor de rollenpraatkijker voor 99,95 euro. Dan moeten we even melden bij de aankoop dat u heeft gekocht via rollenpraat. Ja, mag ik even iets actiecode van. Ja. Natuurlijk maken we reclame voor dingen en dan ben je positief over dingen die je aanprijst. Maar ik weet echt, ik ben het echt serieus, voor jonge ouders... als ik dit had kunnen kopen, toen de tijd, had ik het zeker gekocht. 1000%. E-Leon. Topproduct. Wat een mooie spreek. Dankjewel. En dan gaan we naar het Warmtepomp Collectief. Jouw onderduikadres. Zijn daar warmtepompen aanwezig? Vandaag geïnstalleerd. En dat hebben ze natuurlijk gedaan via het... Warmtepompencollectief.nl. Dat klopt niet, hè? Nee, ja, nee maar dat had je wel moeten doen. Dat was beter en goedkoper geweest. Ja. Jawel. Want de hybride warmtepomp heb je nu al in huis hangen voor 3750 euro. Zat jij goedkoper? Je hebt er weer iemand voor afgeperst, hè. Typisch weer. Maar als u gewoon niet via criminele manieren het wil doen, zoals haar ex of haar manager, dan koopt u hem voor slechts 3750 euro. En dan krijg je 2400 euro van terug. Van 2400 subsidie, euro subsidie van de krijg overheid. Ik. Ja. En wat betaal je nou uiteindelijk, Nicole? Wat was het? 1350 euro. Dat is niet veel. Dat is zeker niet veel. En dat scheelt heel erg in je gasrekening. Ja, kan ik je wel vertellen. En is binnen een dag al geïnstalleerd. Bij hem hebben ze er 3 dagen over gedaan. Ja, zo is het wel. Je hebt je investering al terug binnen 1 of 2 jaar. Top. En stuur door, collectief. Het allerbeste collectief van Nederland. Stuur door, collectief. Punt. NL. En die hebben weer acties Stukken van Wanden van 1950 voor slechts 15 euro. Niet duur. Per vierkante meter. Schilderen van buitengevel. Nou ja, als je aan het Paleis van Beden moet beginnen, wordt het wel prijzig, hè? Maar dat Paleis, gelukkig hoef ik daar niet meer over na te denken. Oh, dat is ook wel even. Word je nog wel eens zwetend wakker dat je eens in het Paleis bent in je dromen? Nee, ik word nog wel zwetend wakker dat ik ergens anders ben waar ik dingen mee heb gemaakt wat ik niet wil. Maar is dat toevallig dan in het broekje van Peter? Nee. In de SM-kelder? Nee, ook niet. Ben je manager? Ja, daar. Goed, schilder van buitengevel van 35 voor nu slechts 30 per vierkante meter. Het stukken van de
van buitengevels. Ja, buitengevels, ja. Nee, maar nee, ik zou je vertellen, bij ons in Bergen is het dus heel hip om een hip boerderijtje neer te zetten met dus een rieten dak. En dan is de buitengevel gestuukt. Ja. Dus dan zie je niet de steentjes, dan smeer je ze dat zo dicht. Ja. En dat kan van €95 per vierkante meter nu slechts voor €80 en badkamers voor €5. Ja. Ze werken ook door in deze bouwvak. Vragen of er aan met de code Roddelpraat. Nicole, we zijn bij het einde, het bittere einde. Nicole, buiten alle commerciële boodschappen. Er is in Nederland nu een bepaald beeld van jou. Ja. Zou je nog iets tegen Nederland willen zeggen? Hè? Want die dikke die zendt gewoon door op SBS. Jij niet. Wij hebben de eer dat jij hier exclusief zit. Zou je Nederland nog iets willen zeggen? Ja, ik denk dat Nederland mij moet leren kennen op een andere manier. En ik denk dat zonder daar de hele invloed van... Van wie? Mag je zijn naam niet meer zeggen? Eigenlijk? Nou ja, ik wil zijn naam best zeggen, maar zeg iedereen het begrijpt het wel. Ja, maar die dikke gehaktballenpootjes. Oh. Dus zo zou ik hem even noemen. Zonder hem denk ik dat ik mezelf weer ben en dat ik gewoon... Je bent best een leuke vrouw. Dankjewel. Die het klinkt goed. Ja, en we hopen dat het allemaal goed met je komt, met je PTSS erbij. Alleen het zou mij een lief ding zijn als je stopt met vetshaming. Dat is alles. Ja, maar dat valt onder de PTSS. Als je heel lang bent met z'n handen. Je bent gewoon een hekel aan dikke mensen gekregen. Ja. Zo heeft Dennis dus een hekel aan Turken gekregen door zijn mishandeling. Ja, dat klopt. Weet je, dat kan. Daar heb je dan een hele Hij is ooit misbruikt door een Chinees. Hij heeft namelijk een hekel aan Chinees. Ja, hij heeft een hekel aan Chinees. En ik ben mishandeld door familieleden, dus ik heb een hekel aan mijn familie. Ja. Wat ook waar is. Zo, iedereen wil wat. We zien jullie heel graag terug bij de extra uitzending. Waar ook Nicole Kremers is en de exclusieve content die we daar met haar hebben gemaakt. Wordt ook naar jullie verstuurd. Ja, hartstikke bedankt. Doeg! Doei!